Welkom bij de Voedsel Produceren 6.2 Biocast. We gaan kijken hoe boeren werken en dat wat boeren doen invloed heeft op het milieu. Boeren proberen zo groot mogelijke opbrengst te krijgen door monocultuur te gebruiken. Dus allemaal dezelfde planten om een grote hoeveelheid grond. En bio-industrie, dus zoveel mogelijk dieren bij elkaar. Op zo'n manier kun je de grootst mogelijke productie halen. Ook boeren bewerken de grond. Akkerbouwers ploegen en bemesten de grond om zo'n hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Ze bestrijden plagen door zoals hier te sproeien met gif of in de dierenteelt om medicijnen te gebruiken zodat dieren niet ziek worden. En het gebruik van die antibiotica heeft wel een nadeel. Te veel gebruik van antibiotica zorgt ervoor dat bacteriën resistent kunnen worden. Dit is een aaltje die je vindt bij aardappels. Die zorgt voor de aardappelmoeheid. En dat is een van de plagen die wordt bestreden in de akkerbouw. Planten hebben mineralen nodig. Die halen ze uit de grond. Hier groeit een maïsplant die alle mineralen heeft gekregen. Als een maïsplant geen ijzer krijgt, ziet hij er zo uit en is hij een stuk minder groot dus. Deze plant heeft geen fosfor gekregen, deze plant geen stikstof en dit minkukkeltje heeft geen kalk gekregen. Dus je ziet dat je al die mineralen nodig hebt om een goede opbrengst te krijgen. Mensen proberen al eeuwenlang om planten naar hun hand te zetten en dieren ook, om ze te veredelen. Dus je zoekt dan naar planten of dieren die de eigenschap hebben die jij zoekt. En die kruis je onderling en zo probeer je steeds betere, of in ieder geval, organismen te krijgen die steeds meer aan je eisen voldoen. Zo is uit de wilde mosterdplant, bloemkool, broccoli, groene kool, spruiten, kali en koolrabi ontstaan door te zoeken naar individuen binnen de soort die de eigenschappen hebben die jij wilt. Dit is veredeling of de oude biotechnologie. Je hebt ook moderne biotechnologie en bij moderne biotechnologie ga je op zoek naar een gen, dus een stukje DNA wat codeert voor een eigenschap die jij wilt, bij een andere soort. Hier heb je bijvoorbeeld een gen bij de koe en die wil je inbrengen bij het varken. En je neemt dus een stukje koeien-DNA en dat plak je tussen het DNA van een varken. En dan heb je een varken met een eigenschap van een koe. Dit heet moderne biotechnologie. Dus daar breng je erfelijk materiaal van een andere soort in. Er zijn voor boeren heel veel regels om te zorgen dat er geen schade of in ieder geval niet te veel schade aan het milieu optreedt. Zo zijn er regels wat betreft het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook wat betreft de grondwaterstand. Die mag niet te laag worden. Het gebruik van mest. Je mag niet te veel mest op je grond brengen. En ook voor dierenwelzijn gelden regels, zodat je niet te veel dieren in een kleine oppervlakte kunt houden. De aardappels die hierboven groeien mogen niet te nat staan, daarom staan ze ook op ruggen. En onder de grond zijn drainagebuizen aangebracht, dus het teveel water wat in die buizen sijpelt, stroomt af naar de sloot. Je kunt je voorstellen als er een heideveld naast dat aardappelland ligt, dat dat ook zijn water kwijtraakt. Dus dat zijn de nadelen van het gebruik van akkerbouw met drainage. Bestrijdingsmiddelen zijn vaak niet selectief. Dat betekent dat ze niet alleen de bladluizen doodmaken waar het hier om gaat, maar ook de lieve heersbeestjes. En die zijn juist weer handig omdat die bladluizen eten. Ook zijn de meeste bestrijdingsmiddelen persistent. Ze zijn niet biologisch afbreekbaar. Dus als ze eenmaal in het milieu komen, raak je ze niet zomaar kwijt. En dat is een nadeel omdat ze zich kunnen ophopen. Zo worden hier de aardappelen bespoten met een gif. Dat gif komt in de bladluizen die daarvan eten. En je weet nog uit de voedselpyramides dat de hoeveelheid energierijke stof
steeds minder wordt naarmate je hoger in de voedselketen komt. Dus die bladluizen hebben minder energierijke stof, maar nog hetzelfde bestrijdingsmiddel, dezelfde hoeveelheid. De verhouding wordt al nog slechter bij de lieve heersbeestjes, ook bij de koolmees, en de slechtvalk die de koolmees slaat, die krijgt zo heel veel gif binnen ten opzichte van de hoeveelheid energierijke stof, dus de hoeveelheid van zijn lichaamsgewicht. En die kan dan sterven aan dat bestrijdingsmiddel. Dat heet bioaccumulatie. Een heideveld groeit van oudsher op arme zandgronden. Als je veel mest inbrengt met nitraat en fosfaat en dat spoelt uit, dan kan dat terechtkomen op de heidevelden en dat zorgt ervoor, door de verzuring, dat de heide verdwijnt en er alleen maar gras overblijft. Er is een sloot en daar is heel veel van het nitraat en fosfaat ingekomen. Dat betekent dat er kroos gaat groeien. Door die dikke laag kroos kan er geen licht meer komen onder op de bodem. Dus de waterplanten die gaan dood. 'S Winters sterft het kroos ook af en zakt ook naar de bodem. En bacteriën die in de sloot leven, die gaan al die stoffen afbreken. Daarbij hebben ze zoveel zuurstof nodig dat er te weinig zuurstof overblijft in het water voor de vissen. Dus die gaan ook dood. Ten slotte gaan, omdat er geen zuurstof is, de bacteriën ook nog dood. Dan blijven alleen nog een bepaald soort bacteriën over in de bodem, rottingsbacteriën. En die zorgen ervoor dat er alleen maar een vieze smerige sloot met stinkend gas overblijft. Een sloot waar weinig leven meer in te vinden is. Wanneer je mest in de grond brengt, breng je heel veel ammoniak in de grond. Dat ammoniak kan uit de grond ontsnappen, komt in de lucht en regent dan weer neer op de grond, waarbij er bacteriën in de grond zitten en die splitsen het ammoniak in stikstofgas en salpeterzuur. En het salpeterzuur zorgt ervoor dat de mineralen die in de bodem zitten uitspoelen met het regenwater naar het grondwater. En daar kunnen de planten er niet meer bij. En je weet dat mineralen belangrijk zijn, want dat heb je gezien bij de maïsplantjes. Mest wordt tegenwoordig geïnjecteerd. Dat zorgt ervoor dat de ammoniak niet zo makkelijk kan ontsnappen, dus dat hij in de bodem blijft. Nadeel is natuurlijk wel dat alle bodemleven, alle kevertjes, torren en wormen, ervan doodgaan door de hoeveelheid ammoniak die ze te verstouwen krijgen. Dit is een manier om dieren te houden. Met de vrije uitloop, dan heb je natuurlijk wel veel ruimte nodig. En als je dieren zo houdt, dan heb je heel wat minder werk en heel wat minder ruimte nodig. Dit was hem alweer. De 6.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.